ik ben Heidi. Welkom in mijn keuken. Ik ga vandaag een dripcake maken omdat ik gek ben op taarten om ze te maken. En vandaag ga ik hem maken voor mijn moeder. Mijn moeder is ziek, die heeft longfibrose. En ik wil ze vandaag eens in het zonnetje zetten. Want de taarten gaan normaal altijd naar andere mensen. En vandaag is mijn moeder aan de beurt. Wat hebben we nodig? 250 gram biscuitmix. 4 eitjes, een beetje water, botercreme en 150 gram roomboter. Candymelts, chocolaatjes die gaan we smelten, nog meer chocolaatjes en daar gaan we de lekkere taart van maken. Hey mam! Hey Puk! Ik ben wat lekkers voor je aan het maken. Hey jee. Ik ben Heidi en ik woon in Baarland. En ik maak taarten, vind ik leuk om te doen. En vooral een beetje aparte taarten. Anders als anders. Ik bak voor mijn moeder vandaag omdat ik normaal voor allemaal andere mensen bak. Nou, vind ik wel leuk. Haar vader is heel vroeg een bakker geweest. Dus het is hartstikke leuk dat ze dat doet. En lekker voor ons natuurlijk. 10 minuutjes. En dan de laatste 2 minuten zetten we hem op de laagste stand. Dan krijg je een luchtig beslag. En daarna mag hij in het bakblik. Mijn moeder die heeft longfibrose en dat houdt in dat de longblaasjes afsterven en die worden niet meer aangemaakt. Dus mijn moeder die krijgt steeds minder zuurstof, waardoor ze nu ook 24 uur aan een zuurstofapparaat zit. Kijk, helemaal rondom, zodat je cake niet blijft vastplakken. Zo. En dan kan die in de oven. 20 minuutjes op 180 graden. Mijn moeder is heel positief. Van kom op, hey, we gaan door. En ze wil ook graag nog. Dus dat is ook de drive. En dat is haar kracht. En daar zijn we heel blij mee. Wij vieren samen op deze manier het leven. Door af en toe eens even naar de stad te gaan. In de rolstoel dan. Gewoon lekker eventjes weg met z'n tweeën. Of het gebak wat ze nu gemaakt heeft, allemaal het bosje bloemen. Allemaal van die kleine dingetjes, dat is juist het leukste ervan. Nou, het staat in de oven, dus nu is het een kwestie van wachten. Dus kunnen we ondertussen met de botercreme beginnen en de vulling. We pakken de kom, zetten weer op de weegschaal. Want er gaat 125 gram botercreme mix gaat in de kom. De boter erbij, het water en dan is het 10 minuten mixen. Het is een leuk kleurtje, maar hij maakt wel een herrie hoor. Dus het is tijd voor een nieuwe. Maar ja, ik gebruik hem veel. Dus ja, dan. Tien minuten mixen en dan is die lekker luchtig en dan kunnen we de taart gaan vullen. Ik werk nog 10 uur bij Kibeo, in de kinderopvang. En daarnaast ja, bak ik de taarten. En ja, er zit veel tijd in. Moet je goede, strakke planning hebben. Dat je weet van, nou, dan en dan heb ik een bestelling. Dus ja, dan moet je gewoon op tijd mee beginnen. En dan, ja, dan kunnen ze de taarten afhalen daarna. Ik heb twee lieve vriendinnen en die gaan mee om te helpen in de foodtruck. Om de lekkernijen klaar te maken, zodat we die kunnen uitdelen. En dat is altijd hartstikke leuk en gezellig. Ja. Het doel is gewoon dat die mensen gewoon een onvergetelijke dag hebben. Dus ik vind het gewoon om mijn creativiteit erin te kunnen leggen, vind ik gewoon heel erg leuk. En, maar ook gewoon als je dan een taart hebt gemaakt en de kinderen komen hun verjaardagstaart halen en dan die gezichtjes, dat ze zo blij zijn en van oh, is dat mijn taart, weet je? Ja, dat is geweldig, daar doe je het voor. Maar ook volwassenen, hey, die staan soms ook van jeetje, is dat mijn taart? Ja, dat is gewoon heel leuk. Mijn moeder houdt erg van chocola, ja. Dus ja, daar moet er natuurlijk chocola op.
Dus we doen nog even terug, zodat hij goed vloeibaar is. De chocola gieten we in deze fles. Daar gaan we de drip mee maken. We spuiten elke keer een beetje langs het kantje. Je knijpt af en toe in de fles, zodat je de drip eruit krijgt. En zo krijg je die zakkers. We hebben allemaal lekkere chocoladedingen, dus die gaan erop. Want mijn moeder houdt natuurlijk van chocola. En ja, dan doen we hem versieren. Extra feestelijk. Tadaa! Leuk, hè? Lekker. Alsjeblieft. Kunnen de pontjes erbij komen? Ja, want dat is nodig, hè? Ja. Normaal maak ik allemaal taarten voor Jan en alle man, voor iedereen. En nu maak ik hem eens voor jou. Dankjewel. Kijk, alsjeblieft. En? Heerlijk. Lekker? Heerlijk zacht, ja. Ja, dat gaat er wel in. Ik heb nog één droom en dat is een eigen taartenwinkeltje openen. Dat mensen bij mij een stukje gebak kunnen met een bakje koffie en een terrasje voor de deur. Ja, dat zou echt nog een droom van me wezen. Als dat nog mogelijk is, dan ben ik helemaal tevreden. Ja. Nou, dat is een verrassing, hè? Nou, zeker.